Want als iets je hart heeft en je liefde, dan is het dat wel. En dan kunnen ze Wous altijd bellen. Niet van zo laat tot zo laat. Nee, dag en nacht. Dag en nacht. Je kan altijd Wous bellen. En niet alleen bellen, dan wordt het ook gedaan. Ja, dat museum is elk jaar geopend. En jullie hebben met een dame in jullie midden, die de, ja, ik mag bij dames zeggen, ze altijd niet over die leeftijd praten. Maar als je 85 jaar bent en je bent ruim 50 jaar vrijwilliger, dan heb je niet alleen een gezegende leeftijd, maar ben je ook voor veel mensen toch een zegen geweest. En er is heel veel te zeggen over allerlei vrijwilligers, maar Wous Muis is al geruime tijd algemeen bestuurslid. Ze is in feite het hoofdorganisatrice en aanspreekpunt van zowel het inrichten van de poppententoonstelling als het organiseren van de jaarlijkse bazaars. Als een spin in het web stuurt ze iedereen aan, of ze weet welke contacten er moeten zijn en welke werkzaamheden er moeten gebeuren. Ze heeft contacten met alle mensen die betrokken zijn bij de inrichting van het museum. Zoals de mensen die de poppen aankleden, de poppenkleedjes maken, wassen. Daarna verzorgt ze lokaal en regionaal kleedbedragpresentaties. Het is allemaal te veel om op te noemen. En ik wil het ook niet te lang maken. Maar de jury die heeft daarna gekeken en die heeft gezegd, mevrouw Wous Muis Veldhuizen heeft zich aantoonbaar verdienstelijk gemaakt door zich jarenlang op vrijwillige basis in te zetten voor het Klederdracht en Visserijmuseum. En heeft daarom aan het college geadviseerd, en het college van BNW heeft dat graag overgenomen, om u, Wous, de pluim van de gemeente Puntschoten uit te reiken. En daarmee, ja, kan dit beginnen. Nou, dan ga ik deze even aan Jan, onze gemeentesecretaris, die er ook bij is, geven. En de pluim, ja, dat bestaat uit een boekenbon, een VVV-bon. En die is helemaal, mag je helemaal zelf besteden. Want ik heb al een bon voor het Klederdrachtse Visserijmuseum. Oh ja, ja. Dus die is. Dan mag je zelf iets leuks voor kopen of doen of wat dan ook, maar het is bestemd voor jou. Nou, dan heb ik de pluim. En dat is ook nog iets moois. Wij hebben als gemeente jarenlang een pluim. En dat was altijd een veer in glas. Gebakken door Harriet Brinkman. En dit is de eerste nieuwe pluim van de gemeente Bunschoten. Die wil ik aan je geven, pas op, is van porselein. Ja, gebakken porselein, gegoten porselein. En het is een ontwerp van Margaret van de Geest. Want die heeft de nieuwe pluim voor de gemeente ontworpen. En daar staat al even klaar. Van wanneer gaat die eerste nu eens uitgereikt worden? Nou, vandaag. En het ontwerp laat aan de ene kant een relief van veren zien, zorgvuldig en weergegeven. En de andere kant is gestileerd en eenvoudig van vorm. Dus net de kant die het mooiste vindt, die kan je naar voren zetten. Ja, en er staat natuurlijk nog een hele mooie kant als de zijkant. Want daar staat op als blijk van waardering uitgereikt door de gemeente Bunschoten op 22 maart aan Wous Muis Veldhuizen. Deze pluim is een compliment aan haar karaktereigenschappen. Behulpzaamheid, moed en evenwicht. Nou, van harte. Gefeliciteerd. Ja, schattig. Mooi, van harte gefeliciteerd. Nogmaals, ik geef het graag voor bloemen. Dank u. Mensen, bedankt. Ja, ja.